Vandaag besefte ik ineens dat het precies 30 jaar geleden is dat ik mijn eerste notenkraker danste. 6 jaar lang bij het Scapino Ballet. En jij trouwens ook dan. Daarna in New Jersey in Amerika, Connecticut in Amerika. En nu dus al sinds 2006 hier in Nederland bij de Dutch Stone Dance Division. Nou, in 2006 begonnen we met onze eigen versie van de notenkraker. En daarin hebben we al die voorstellingen die wij gedanst hebben overal in de wereld, hebben wij heel veel ideeën daarvan gepakt en in deze productie gestopt, maar eigenlijk toch onze eigen swing er natuurlijk aangegeven. En dat bleek een succes te zijn. We hebben het 4 jaar lang in de Grote Kerk gedaan, van 2006 tot en met 2009. Toen hebben we hem later hernomen in het Lucent Danstheater, 2012 en 2013. En nu is hij dus voor het eerst te zien in het Zuiderstrandtheater. Ja, dus als je goed beseft, dan hebben we meer dan... Hoeveel? Nou, ik denk wel zeker meer dan 50.000, 60.000 mensen die productie al gezien. En er komen er dit jaar weer 6.000 bij. Vorig jaar was onze Alice in Winter Wonderland een heel groot succes. Maar het residentieorkest wat die muziek zo prachtig speelde live, had operaverplichting in Amsterdam dit jaar met kerst. Dus we dachten, nou, dan brengen wij onze prachtige notenkraker nog een keer terug. Want daar zitten de animaties van David Middendorp, die het decor vormen, helemaal gelinkt aan de muziek. En ja, notenkraker is zo'n prachtige kersttraditie. Het is gewoon heerlijk om na een paar jaar die weer terug te mogen brengen. Mensen wel eens tegen ons van, is het niet saai dat jullie weer de notenkraker gaan doen? Maar dat wordt nooit saai, want je hebt altijd nieuwe mensen. Zo hadden we gisteren de eerste repetitie met de minimuizen. Dat was weer zo leuk, het enthousiasme van die allerjongsten. En daarna waren we heel druk bezig met de oorlogsscène. En dat is dan zo spannend, want de muziek van Tchaikovsky is echt prachtig. Heel moeilijk ook, maar ook echt prachtig. En ja, dat is echt dan toch een magie daar tussen die kinderen. En zelfs onze zakelijke leider stond zo van, ja, die notenkraker is toch wel eigenlijk heel bijzonder. Ja, en blijft het. Je merkt ook dat het publiek, ik weet nog, het eerste compliment in 2006 dat we kregen, dat ik hoorde, was van een mevrouw die in de zaal zat met haar man. En ze zei, oh, we mochten ons weer even kind voelen. En dat was eigenlijk zo leuk. De notenkraker is natuurlijk dit jaar wel weer een klein beetje veranderd, hè Tom? Ja, zeker. Omdat de cast is natuurlijk nieuw. Bijvoorbeeld een van de familieleden heet Tante Françoise. Dat is een beetje het buitenbeentje. En ieder jaar maken we voor whoever Tante Françoise is een nieuwe solo voor deze dronkenlap annex losbandige vrouw. Maar wat heel bijzonder is dit jaar sowieso, is dat er zoveel mensen auditie deden. 350 auditanten, heel veel kinderen en vooral heel veel jongens. Dus normaal hadden we 16 kinderen, dat zijn er nu 20 geworden. En dan hebben we nog, en dat is echt 50-50, half jongens, half meisjes. Alle mini-meisjes zijn jongens, de broertjes jongens. Dus per cast heb je 20 meisjes en 23 jongens. Dat is in de dans- en de balletwereld echt heel bijzonder. En daar ben ik ook heel blij mee. Zijn we trots op. En eigenlijk al die jaren heb ik altijd meegedanst in de voorstelling. Maar dit is in al die jaren voor het eerst dat ik niet mee ga doen. Ik ga in de zaal zitten. Gezellig naast Tom. Mooi aangekleed. En iemand die het voor mij over gaat nemen is een fantastische danser. Dat is Jack Strumland. Hij is nog groter dan ik. Hij is heel expressief. En ik verheug me er heel erg op om hem in mijn rol te zien. Ik hoop dat jullie het een leuk notenkrakersjournaal vonden. Kijk hierboven voor nog meer filmpjes. Tot de volgende keer.